Nou, deze video sneller dan dat ik gepainte piramide ben voor de 10. Ik zit op mijn dirt bike voor alle duidelijkheid. Voilà, ik ben bij de piramide. Wat de heck is dit voor een cool ding? Kan ik dat kopen? Ik heb al gezien dat de bungees uit zijn en binnenkort wil ik die kopen. Oké, ik ben niet dus bij de piramide. Ah, kijk, nu is het even dat andere parcoursje. Anders was het normaal dit parcoursje. En dan, wanneer ik een video maak, dat andere, van in de andere video's. Maar nu is ook het... Ik heb nu wel in de laatste. Oh, wat oh, wat boeit dat eigenlijk, in godsnaam. Nu ben ik in 1, 2, 3... Wat is dit voor een vet vliegtuig? Kan ik dat kopen? Waarom staat er ergens buy? Ik wil dat kopen. Hallo, oh. Crimineel. Ik ben ook een crimineel. Wat staat deze guy hier bij mijn kledij te staan? Hey, hallo. Oké, copper armor. De matchet, de tech 9 en de AK-47. De AK-74. Ik heb een lijstje gemaakt met wat we allemaal moeten doen om te winnen van de hier zonder politie. We moeten... dat is niet per crimineel, hè. Dat is met alle criminelen tezamen. Oké, dus we moeten 5 politie's of heroes killen. 3 keer de bank overvallen. 2 keer de nightclub. 1 keer het casino. En 2 keer de piramide. En dan zijn we gewonnen. Of toch nou een huwelijk is. Waarom gaat het altijd voor mijn neus dicht? Sesam de lift, als je dat doet. Oké, dat is gewoon niet. Oké, ik ga dat openen. Bedankt. Ik ga je schieten. Ik heb hem geschoten. Moet daar niet geschieten? Oh, ik kan die laser zien, dan skip hem. Super handig. Hoe kom ik daar weer niet op? Waarom moeten er dus hier nog lasers zijn in de les? Zo onhandig. Ik neem even een andere weg. Ik vind het wel, omdat ik normaal altijd een andere weg gebruik. Ik wil even de kluis verkennen. Altijd dezelfde kant, dus ja, dan kan ik even escape the heist. Hey, kijk, er is daar een deur. Kan ik dat doen? Wat? Wat is dit? Huh? Oh my god. Dat is moeilijk. Oh nee, ik ben dood. Waarom moest ik per se die andere weg? En die armor werkte niet eens. Nu ben ik die armor kwijt voor niks. Maar waarom staat die guy hier nu nog steeds? Waarschijnlijk loopt het spel gewoon vast. Tech 9. 74. En dan gaan we nu super snel gaan. Ik wil dat voltooien om alles zo een paar keer te overvallen en te winnen van de politie en de heroes. Kom aan, ik wil dat voltooien. Ik zweer, ik wil dat echt voltooien. Is er nog een nachtclub is open. Zullen we beginnen met de moeilijkste, want de bank is bijna altijd. Dus we gaan eerst de nachtclub doen. Ik neem altijd dezelfde weg naar de nachtclub, dat is super vreemd. Maar in plaats van... Ja, ik neem altijd... Oh, ik heb dat in. Oh, super mooi. Is dat van een crimineel? Of van... Ja, het is van een crimineel. Oké, even herladen. Anders als er de politie komt, heb ik nog maar 30 minuten, dus dat is niet goed. Use the back elevator to rob the club. Is het zo eenvoudig? Amai. Echt eenvoudig. Ja, je hoeft niet te springen, meneer. Oh, nee, met de kleur.
adem, meneer. Oh, waarom slaat hij? Waarom slaat hij zo? Heeft daar nu niks mee te maken? Huh? Wat zegt hij? Allemaal verbotte tekentjes? Wat doen we dan? Elevator ging met, hè? Stomme elevator. FFFFFNES staan in de lift. Wat een vreemde naam. Wie noemt er zijn kind nu eigenlijk FFFFFFNES? Oké, we moeten de object smoothen. Het is er al gewend blijkbaar. Enzijds. Oh, het is er rust. Oh mijn god, het is er rust. Help, Poetin zit bij mij. Help. Ik zit met Poetin in de kluis van de nachtclub. Ja. Help mij. Ga weg, Poetin. Take nine. Ik denk dat ik een meisje heb. Dat heb ik nooit gedaan. Oké, dat is weg. Snel eruit. Weg van Poetin. Hé, het is... Ja. Kijk. Wacht, ik wil hem opnieuw spannen. Ik ga wel mee, maar... Hey, wacht op me. Hij wil dat ik instap. We zijn vriendjes. Ik ga hem als vriend toevoegen. FF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 
Wij blijven voor altijd bij. You are look at old vehicle. Hij heeft me eruit gegooid. Die persoon is bestaan. Wacht op mij. Jammer. Doei. Dan ga ik wel met mijn eigen dirtbike. Eerst naar de criminal base. En dan terug naar de top. Oké, nou zijn we hier. Oké, en dan gaan we nu super snel naar de bank. Als die open is. Die is niet meer open. Die piramide is wel nog open. Ik heb al deel 1 van onze plannen gedaan voor de heroes en polities te verslaan. Dat was namelijk 1 keer bank overvallen. En ik moet nog 2 keer bank overvallen. 2 keer piramide. 1 keer nachtclub. Eén keer casino op. En het is al zeker. En 5 heroes of politie skillen. Oké, hopelijk werkt. Dat gaat. Wat de heck? Er was iets gebeurd met mijn scherm. Hadden jullie dat gezien, kijkers? Er was iets gebeurd met mijn scherm. Zo. Wow! Oké, nu gaan we opnieuw beginnen. Hopelijk ga ik nu niet weer dood bij het eerste stuk. Hé, er is daar nog iemand. Is dat... Hij heeft mij nog niet eens... Hij heeft mij nog niet eens geaccepteerd. Ja, en dat is echt jullie meester in de klas. Oké, beste bitjes. Dit is jullie lieve leerling. En dan zeg je van... Hallo, en dan zeg ik soms ook FF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 
Is er in godsnaam iets open? Er is niks open. Seriously? Oh ja, dat is wel de dirtbike. Er ligt daar een gesmeten helikopter.
I was on the dirt bike, on the spawn the dirt bike. Ik ging zeggen, ik zei heel goed, I go spawn the dirt. Dat kan niet. Oké, we gaan nog een keer een looping proberen te doen. Oké, daar ben ik. Dus ik ga een dirt bike. Ja. Oh nee, ik moet het water over. Toch? Maar er is echt gewoon letterlijk niks open. Waarom moet ik in godsnaam... Oh my god, daar kan ik niet over. Waar moet ik dan naartoe? Dan zit er nog maar één ding op. Heroes en politie killen. Ik ga naar de politiekantoor. Is misschien een groot risico, maar het is nodig. Oh my god, daar is dus heel iets. Het is langs daar. Ik weet dat ik echt een groot risico pak nu, maar het moet. Wacht, er reed daar letterlijk een politie. Is dat? Dat is een stuk van de boot die daar ligt. Langs daar. Een vertrekte politie. I'm a criminal. Oh, het is police. Dat is de enige politie die er is. Goed. Ja, dat was een slecht idee. Maar hier kunnen we nog een paar criminelen ophalen. Je hoeft niet te ontsnappen via daar hoor. Kijk, kom hier. Stap in. Oh, even. Ja, kom, stap in. Kom, stap in. Bruh. Dommerik, stap in. God, stap in. Stap in. Stap in. Dommerik. Ja, eindelijk. Oh, de bank. Wie komt zo daar? Maar dat is echt een stuk van de boot die daar ligt. De boot moeten we niet overvallen voor in ons plannetje. Dat ga ik dan een andere keer doen. Die guy is daar nu uitgesprongen. Hij is aan het skydiven. Bruh. Echt wat dommerik eigenlijk. Maar ja. Ik ben op weg naar de bank. Maar die helikopter gaat een beetje traag. Dus we maken het wat leuker door op en neer te gaan. Super leuk, leuk. Is dat de helikopter van de politie? Hé, hey, er staat hier nog een dirt bike. Cool. Is dat van de politie? Nee. Is dat? Nee. Ik kan er niet eens op driven. Dat? Nee. Is dat van hier of politie? Nee, oké. Okay. Gaan we even herlaten, anders heb ik nog maar 10 volt. Oké. Okay. Ik hoor al geweerschoten, dus dat klinkt niet goed. Don't kill me. Er zijn nog geen politie of video's. Ja, gaan jullie mijn computertje hacken, hè? Ik ga de kluis kapot schieten. Wat doet die guy? Oh, die heeft ook een AK-74. Iedereen heeft dat. Kom aan, hack de... Ik hoor heroes. Als jullie dan... Ja. Ik ging zeggen, als jullie dan nu echt niet kunnen, maar ik wel doen. Hier nog 2 kilo. Ik heb 1 kilo.
hebben we heel vaak, want dan zijn er wel drie. En die drie villains zijn hier in de bak. Als er politie komt, is die de pineut, want kan ik niet van de zien. Ik zweer je. Ah! Als ik die guy tegenkom, ga ik hem vermoorden. Ik zweer je. Of ja, één mensen niet in echt tegen. Waarom steelt hij mijn helikopter? Ik zweer je. Nee, zeg maar, ga dat beter niet zo doen. Hier ben ik dan. Oké, nog één keer bang. Jubilier staat in een feestje. En is er voor de rest echt niks open. Oh wacht, ligt dat stuk van die boot daar? Ik wil het niet weten. Maar goed, ik ga even kijken of dat stuk van die boot daar nog ligt. Go, go, go. Go, loco. Ligt dat daar nog? Dat ligt daar niet meer. Dat ligt hier niet meer. What the heck? Hoe ver lag dat verder? Police. Dat was een politie. Nee, dat ligt hier echt niet meer. Oké, dan ga ik even kijken. Om mijn bootje misschien nog even te verven. Oh. Om mijn bootje misschien... Oh my god, wat een mooie keer. Om mijn bootje nog een beetje te verven. Ja, ik heb natuurlijk ook een jetski, maar die is al gewerkt. Dus we gaan even een bootje werken, want deze keer heb ik ook een boot. Ik ben ook een boot. Oh, ik kom daarin, bro, dat wist ik niet. Draaien. Waarom kan ik niet meer varen? Opeens. What the heck? Wil mijn boot, dat stuurt naar de verkeerde kant. Hier moet je schuif draaien. Ja. En dan moet je hier inwegen. Dan moet je. Dat werkt niet. Oké. Skins. Graffiti, maar Galaxy, maar Tracks, maar Rebirth, maar Yellow, maar Zigzag V1, maar Topograf, maar Rood, maar Green, maar White, maar Maroon, maar Lightning, maar Default, maar God, hebben ze hier niks coolers? Ik hoor hem wel saaien. Voilà. Oké, vonden jullie deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer sneller op mijn kanaal. Dan dat ik door de waterval rijd. Voor een team. Ja, vaar. Like challenge begint nu. Abonneer challenge bedoel ik. We hebben doorgevaren. Ik weet niet of het is gelukt, maar ik ben wel 10 HP afgegaan. Ja, moet ik mee dan. Ja, adios amigos.